Goedendag en welkom bij het COVID-19 journaal voor vandaag, vrijdag 8 oktober. Laten we vandaag het journaal beginnen met de mededeling dat zondag aanstaande er een total lockdown geldt. Zondag herdenken wij in Suriname de dag van de Maron, waarbij deze dag als een nationale vrijdag wordt beschouwd. En aangezien de maatregelen nog steeds van kracht zijn, geldt dan nog steeds dat op elke nationale feestdag er een total lockdown geldt. Dus doet u morgen nog gerust uw boodschappen voor zondag en zorg ervoor dat u niet in grote massa's gaat winkelen. Ontwijkt u dat omdat de verspreiding van het virus nu overal kan zijn. Dus wees AUB alert. Pan American Health Organization PAHO, directeur Carissa Etienne, kondigde vandaag aan dat de organisatie een overeenkomst heeft gesloten met Sinovac en in vergevorderde besprekingen is met andere fabrikanten om namens landen extra COVID-19 vaccins aan te schaffen ter aanvulling van bilaterale deals, donaties en doses ontvangen via het internationale COVAX-mechanisme. We hebben een overeenkomst bereikt met Sinovac en zijn begonnen met het aanvaarden van bestellingen die dit jaar klaar zullen zijn voor levering. En we verwachten in de komende dagen nieuwe overeenkomsten te ondertekenen om vaccins te kopen die goedkeuring hebben van andere leveranciers voor 2021 en 2022. De afgelopen maanden hebben de medewerkers van de mobiele unit door heel Suriname burgers gevaccineerd. Om dit mogelijk te maken heeft de Alcoa Foundation transport beschikbaar gesteld om te helpen bij de logistiek van het vaccineren. Suriname gaat nu door een vierde coronagolf. De Delta variant is besmettelijker en dodelijker dan de eerdere varianten. In de maand september alleen waren er meer dan 150 doden te betreuren in Suriname. Dit is veel voor de kleine Surinaamse bevolking van ruim 500.000 inwoners. Alcoa Foundation heeft vanwege de urgentie niet alleen zorg gedragen voor vervoer, maar ook voor andere noodzakelijke benodigdheden zoals wegwijzers voor de vaccinatiesites, consumpties voor de mobiele unit en aanschaf van PPE. Het accent van de steun van Alcoa Foundation ligt op het bijdragen van het onder controle krijgen van COVID-19 in Suriname. Directeur Carissa Etienne van de Pan American Gezondheidsorganisatie PAHO zei vandaag dat het aantal COVID-19 infecties de afgelopen week in de Pan-Amerikaanse regio over het algemeen is gedaald, maar lokale trends blijven zorgwekkend. Zij deed een beroep op de landen om de vaccinatie-inspanningen te bespoedigen en stappen te ondernemen om het toezicht te versterken op ziekten welke zich van mens op dier verspreiden, zoals coronavirussen. De directeur kondigde ook aan dat PAHO aanvullende overeenkomsten heeft gesloten met AstraZeneca, Sinopharm en Sinovac om de toegang tot COVID-19 vaccins in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied te vergemakkelijken. Een groep huisartsen van Maron afkomst en gezondheidsdeskundigen hebben zich gebundeld in een collectief om de bewustwording over COVID-19 en de vaccinatie onder de Maron-gemeenschap te vergroten. Vanwege de lage vaccinatiebereidheid onder deze groep heeft het collectief het initiatief genomen om via diverse opbelprogramma's mensen te benaderen en te informeren. Er mogen vragen gesteld worden waarbij de mensen in hun eigen taal antwoord krijgen. Dit deelde huisarts Erik Commissie mee tijdens de COVID-19 persconferentie van donderdag 7 oktober. Ik ben dokter Commissie, huisarts en ik ben hier voornamelijk namens een groep van Maron gezondheidsdeskundigen, huisartsen en verpleegkundigen, waarbij we dus in de afgelopen periode vanwege dus de lage vaccinatiebereidheid die wij hebben geconstateerd onder de groep Maron, hadden we dus het initiatief genomen dus om via wat opbelprogramma's deze mensen te benaderen waarbij ze dus konden komen met hun vragen en dat we dus antwoord konden geven op hun vragen in hun eigen taal. Wij hebben dus gezien dus dat uit de feedback die wij hebben gehad van hun, dat
heeft aangeslagen. Mensen hebben dus aangegeven dus dat ze dus nadat ze dus tevreden in hun eigen taal dus antwoord hebben gekregen met betrekking tot de ziekte, maar ook het vaccineren, dat mensen zich zijn gaan vaccineren. We hebben wel gemerkt dus dat er toch nog steeds mensen zijn die ondanks de informatie toch nog twijfelen. We kijken dus naar andere strategieën, waaronder het praten met de key influencer, om deze mensen dus over de streep te krijgen, zodat ze zich kunnen vaccineren. Terwijl de bereidwilligheid onder de Maron-gemeenschap toeneemt om zich te laten vaccineren, blijkt onder de inheemse gemeenschap, met name in het zuidwesten van Suriname, dat daar de gevallen nog aan het toenemen zijn. Maar van ernstige gevallen is er geen sprake. Tijdens de persconferentie geeft onderdirecteur Wijngaarde van de medische zending een korte samenvatting over de aanpak van de voorlichtingen die georganiseerd worden in het binnenland door de medische zending. Volgens haar hebben de bewoners uit het gebied de voorlichting op prijs gesteld. De eerste vaccinaties in het dorp Ladouani zijn ook een feit. De inzet van de mensen om het dorp dat grenst aan de Suriname rivier in het district Sipaliwini te bereiken is prijzenswaardig. Zij hebben zich niet alleen massaal geregistreerd, maar huurden zelfs een boot in om het dorp te bereiken om zich te laten inenten tegen COVID-19. De afgelopen dagen hebben we meer positieve gehad in Zuid-Suriname. En dat zijn dus veelal inheemse dorpen, de bovenlandse inheemse. In Pelelitepu en Apetina. Tot nu toe hebben wij geen melding dat de mensen opgenomen moeten worden, dat ze zo ernstig zijn. We hebben ook awareness sessies gedaan, onder andere in Kouwemhakken zijn we gisteren geweest, samen met het malaria-programma, om een kroete te doen, hoofdzakelijk over malaria, maar je neemt dan gelijk ook COVID mee. En zeer tot ons, het was een aangename verrassing, toen we daar dus aantroffen dat een pastor, die al jaren komt in het Wayana-gebied en het Wayana, en de Wayana-taal dus heel goed spreekt, dat hij bezig was met het dorp om te praten over de COVID-vaccinatie. En om de mensen dus over te halen of uit te leggen wat de voordelen zijn van de vaccins. We hebben ook in boven Suriname de voorlichting gedaan bij een Marondorp, waar de mensen het heel erg op prijs hebben gesteld dat we tot naar boven het Stuwmeer komen om met ze te praten over COVID en over COVID-vaccinatie. We hebben ook vaccinaties gedaan in dorp Ladouani, de eerste vaccinatie, waar mensen dus zelf hebben georganiseerd om te registreren. En ze hebben geld bij elkaar gezet om de boot te betalen, zodat ze afgelopen vrijdag naar Ladouani konden afreizen om er gevaccineerd te worden. En om na observatie dus ook weer terug te gaan naar het dorp. Dit zijn hele belangrijke ontwikkelingen in die zin dat de mensen zelf organiseren om hun prikje, hun vaccinatie te gaan halen. Dus ik kan later dan verder op de vragen ingaan. Als we kijken naar de vaccinatiestatus in Suriname, zien wij dat we momenteel zitten op 36,66% volledig gevaccineerden. Sunita Nananpandego Pising is de voorzitter van de stuurgroep COVID-communicatie. Zij zegt dat de afgelopen dagen de bereidwilligheid bij de mensen is toegenomen. De posten waren drukker. Ze zegt ook dat er vanaf vandaag meer prikplekken zullen worden opgezet. Ook wordt gekeken naar een eenmaal 24 uur prikpunt in het zorghotel. Ook de swabposten zullen anders aangepakt worden. We hebben de laatste
dagen toch wel een grote vaccinatiebereidheid gezien. De vaccinatieposten zijn drukker dan normaal. En we hebben dus ook gezien dat het Pfizer-vaccin het meest gevraagd is. En dat ook grote groepen kinderen met de ouders de vaccinatiesites bezoeken. Dus dat is de trend nu. Er komt wat verandering in de structuur. We gaan wat grotere sites openen. Vandaag was dus met heel veel inspanning hebben KKF kunnen openen. Morgen hopelijk ook. Daarover gaat er nog bericht volgen. In het weekend gaan we ook open. En als het goed is gaan we zorghotel ook betrekken. En dat zal waarschijnlijk een 24 uur priklocatie worden. En dat is nog allemaal in de maak. Wat betreft de swapposten gaan we het ook anders aanpakken. Nu is het nog zo dat er lange rijen zijn op kleine locaties. En de bedoeling is dat we dus ook richting grotere locaties gaan voor de testen. Het percentage positieven uit COVID-19 testen is nog steeds hoog. Dit kwam naar voren tijdens de COVID-19 persconferentie op donderdag 7 oktober. Op voorzichtige toon sprak de directeur van Volksgezondheid, Rakesh Gyadersukul, over de mogelijkheid dat de piek van de vierde golf achter ons ligt. We hebben nog steeds een hoog percentage besmettingen en veel mensen laten zich niet testen. Maar als we kijken naar de cijfers, kan het zijn dat de piek is geweest. Maar zeker kunnen we dat nu nog niet zeggen. Aldus Sukul. Momenteel met zo'n hoge percentage, dan is de kans redelijk groot dat er mensen rondlopen die besmet zijn, maar die zich niet hebben laten testen omdat zij heel weinig klachten hebben of en weinig klachten of helemaal geen klachten. En dat geeft al aan dat er een kans is voor anderen om besmet te raken. Dus dat is alvast aangegeven. We hebben gezien dat wij bij de curve een dalende trend vertonen. Maar dat werd wel, dat is op basis van de cijfers die wij momenteel zien. We moeten rekening houden met dat deel dat zich niet laat testen. En we moeten ook rekening houden met het feit dat wij ook zitten met een capaciteitsuitdaging om iedereen in het land te testen die zich zouden willen laten testen. We zien de lange rijen en u kunt zich voorstellen dat als iemand gewoon een lichte klacht heeft en in de rij staat en op nummer 600 staat, dan gaat hij zeggen van ik kom later, maar misschien komt later niet aan. Dus daarmee moeten we rekening houden. Ogenschijnlijk lijkt het alsof wij over de piek heen zijn. Kan best wel, maar het hoeft niet zo te zijn. Maar we kunnen aan de hand van de opnamecijfers in elk geval niet zeggen dat de piek qua opnamecijfers, zuurstofbehoeftigen en mensen die ernstig ziek worden, dat die al voorbij is. Maar dat gaat ook langer door blijven gaan, ondanks het feit als we werkelijk aan een dalende trend zouden zijn. En het ministerie van Volksgezondheid nodigt de media uit om deel te nemen aan een COVID-19 workshop in de vergaderzaal van het Slaans Hospitaal op maandag 11 oktober. Het doel van deze workshop is het verstrekken van adequate informatie over de COVID-19 ontwikkelingen en af te stemmen met de media over de nodige informatie voor de komende periode. De deelname is gratis en na volledige deelname wordt er een certificaat verstrekt. En met dit zijn we aan het einde gekomen van dit journaal. Ik wens u een fijn, maar vooral veilig weekend toe en houdt u rekening met de total lockdown zondag aanstaande. De lockdown gaat zaterdagavond om 9 uur in en duurt tot maandagmorgen 5 uur. Be safe and have a nice weekend. Tot ziens.